nieuwe video. Ik heb de afgelopen weken online wat bestellingen geplaatst en wat dingetjes gekocht. Daarom dacht ik, het is wel tijd voor een beauty shop vlog. Alles, make-up, huidverzorging, parfum, goedkoop, wat duurder. Dus ja, ik laat het graag aan je zien. Ik doe het gewoon in een random volgorde, want ik heb alles hier op tafel neergezet. Ik dacht eigenlijk, oh, het valt wel mee wat ik heb gekocht. En dan staat het hier op tafel en dan is het best confronterend, want... het is toch nog redelijk wat. Bij CeraVe heb ik 2 items gekocht. Ik zie dit merk overal voorbij komen. Ik heb er nog zelf niet zoveel ervaring mee. Dus ik dacht, daar moet ik verandering in brengen. Ik kocht de Micellar Cleansing Water met niacinamide. Dit is nieuw. En ja, mijn dochter en ik gebruiken dit regelmatig. Een Micellar water, dus ik dacht, leuk om te testen. En een moisturizing cream, een flinke tube. Ik vond het al een flinke tube, want ik zocht een gezichtscreme. Niet voor mij, maar voor mijn dochter. Ik denk, wat een grote tube voor een gezichtscreme. Maar dit is voor face en body. Kan ze gelukkig ook voor de gezicht gewoon gebruiken. En er zit geen parfum in. En ja, die mag zij gaan testen. En deze gaan we samen gebruiken. Mocht je mij volgen op pinkit.nl of op Instagram, dan weet je dat ik ook gek ben op parfum. Nou kocht ik de afgelopen maanden echt minimaal 4 tot 6 flessen per maand. Naast de PR. Dus op een gegeven moment dacht ik van dat loopt de spuitgaten uit. Bianco, doe eens rustig. Dat hoeft helemaal niet. Want je maakt het allemaal niet op. Rustig aan. Dus ik ben iets daarmee geminderd. Maar ik zag van Baller. Ik zag deze flacon van Glory. Hij heet Glory en het is van het merk Baller. Als ik het goed uitspreek. Zag ik voorbij komen op Instagram bij collega's. Toen dacht ik... Oh, wat een leuke flacon. En iedereen was zo enthousiast. En ja, ik raak dan ook nieuwsgierig. Dus ik bestelde hem zelf. Dit is de flacon. En ik moet even kijken of ik alweer goed kan ruiken. Ik heb, als je me nog niet volgt op YouTube. Wij zijn net herstellende uit quarantaine en alles. En de afgelopen dagen, 1,5 week, kon ik niet zoveel ruiken. En nu nog steeds niet heel erg. Dus... Aan mijn beschrijving heb je nou helemaal niks. Maar mocht je nieuwsgierig zijn, laat dan hieronder even weten of je ergens een review van terug zou willen zien. Dan ga ik daarmee aan de slag en dan beschrijf ik ook zeg maar de geur en de geurnoot en alles. Dus, maar ik was hier heel erg blij mee. Nog steeds, ik ben hier erg blij mee. En ik kocht deze met 25% korting bij Douglas. Dus dat is helemaal een goede deal. Dan gaan we ook maar gelijk over naar het tweede parfum. Als we dan toch bezig zijn met parfum. En dat is van het merk Mancera. Dat is een niche merk. Wel wat duurder. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb ze beide als blind bijgekocht. Gewoon zo op de gok. Dat ik dacht. We zien het wel of het lekker ruikt of niet. Ik heb daar echt heel veel geluk nog mee gehad de afgelopen jaren. Het is nog maar 1 of 2 keer voorgekomen. Dat ik een parfum zo op de gok heb gekocht. Dat die niet lekker was. Maar dan verkocht ik hem weer op Marktplaats. Dus... Dat is niet zo heel erg. Maar van Mancera heb ik Velvet Vanille. En hij zit dan altijd in zo'n hoesje, zeg maar. Montaal doet dat ook. En Mancera ook. Volgens mij zijn dat ook 2 zusmerken bij hetzelfde bedrijf. Dus vandaar. Tenminste, als ik het goed heb onthouden. Want al die merken af en toe... Maar goed, daar gaat het ook niet om. Het zit in een heel mooi tasje, etuietje. En dit is de prachtige flacon. Ik vind zeg maar de kleurverloop van, ook echt... Ja, ik weet niet of je... Wacht, zo kun je het wel goed zien. En ja, weet je, ik kan wel proberen om te ruiken, maar... Nee, dat heeft nog even geen... Dat is wel jammer, want... ja, ik ben gek op parfum en zo en geurkaarsen en... Ruik het nu gewoon even niet. Maar dat komt vanzelf alweer terug. Maar ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik weet wel, toen ik hem binnen kreeg, heb ik hem geprobeerd. Was ik er blij mee. Vandaar dat ik dat al weet. Maar ik kan me niet meer herinneren waar het precies naar ruikt. Ja, de vanille is altijd wel vanwege de naam. Maar ik heb hem al vanaf begin januari. Dus dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Mocht je wat op de achtergrond horen en denken, wat is dat voor geluid? Vee, ons hond staat op en die wordt wakker. En die denkt, hé, laat ik even... over de vloer gaan lopen. Dus die kleine voetjes en alles hoor je op de grond. Daar had ik ook een bestelling geplaatst. Daar had ik vooral flessen deodorant voor mij en voor Sterren. Voor Roy ook trouwens. En nog meer basics. Die lekkere scrub, zeg maar, die ik zo fijn vind met die bubblegum geur. Maar ook dit product van Nivea. Nourishing Cleansing Olie, de reinigingsolie. Want dit was 2 jaar geleden of zo gelanceerd. En ik was al nieuwsgierig, maar ik dacht ja...
eerst even opmaken wat je hebt. Daar ben ik nog steeds niet mee bezig. Maar nou dacht ik, ik bestel hem. En daar kwam ik erachter toen ik dit deelde op Instagram, dat dit product niet eens meer te koop is in Nederland. Dat Kruidvat en Ethos en waar die te koop was, het uit het assortiment heeft gehaald. Omdat het niet goed werd verkocht. Maar door alle reacties op Instagram kreeg ik juist te horen van, we vinden het zo'n fijn product. Waarom is dat überhaupt uit het schap gegaan? Dus dat snap ik niet helemaal. Notino heeft hem nog wel, mocht je hem zoeken. En daar heb ik hem dan ook gekocht. Maar ik wilde hem voor een review gebruiken. Maar ja, als het product al nergens bijna meer te koop is, heeft dat eigenlijk ook niet meer zoveel nut. Dus ik ga hem gewoon gebruiken vanavond al om deze look eraf te halen. En dan zien we vanzelf of hij fijn is of niet. Deze maand bestelde ik ook bij Shein. Kleding voor mij en voor sterren. Ik vind dat trouwens echt wel een dingetje online. Kleding bestellen voor sterren weet ik inmiddels welke maat ik moet hebben. Maar voor mezelf niet. Ik heb nou natuurlijk een maatje meer. En ik weet dat je het kan opmeten, maar... Dus ik had een jurk gekocht. Twee jurken. Eén jurk zit precies goed. Ander jurk veel te groot. Zelfde maat. Dat ik denk... En dan had ik een vest. Die zullen jullie vast wel een keer zien. In diezelfde maat gekocht. En daar pas ik wel vier keer in. Dat ik echt denk van, daar verzuip ik gewoon in. Dus, nou ja, mochten jullie daar tips voor hebben. Maar goed, ik kreeg de vraag op Instagram of ik van SheGlam, het merk van Shein, de make-up wilde testen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is niet echt mijn niche om over dat soort merken te schrijven. Ik heb het meer op de middenklasse en de high-end luxe merken waar ik tegenwoordig over schrijf. Maar ik was zelf ook nieuwsgierig. En ik zat dus een beetje te scrollen. En toen zag ik dat SheGlam allemaal oogschaduwpaletten heeft met de sterrenbeelden. Ik ben een maagd, Virgo. En ik moet zeggen, ik vond dit palet echt super leuk te uitzien. En ik was blijkbaar in zo'n mood van, oh wat leuk, gaat ook wel mee. Want ik had een kortingscode en weet ik het allemaal. Echt hoeveel korting Shein wel geeft op een bestelling. Maar daarom dacht ik, dan bestel ik die mee. Ook al is het palet qua de buitenkant echt super leuk. Dit zijn niet echt mijn standaard kleuren ook, groen. Maar ik heb ze al een paar dagen in gebruik, een look meegemaakt. En jullie zien dat nu niet zo heel goed, omdat ik ook een bril op heb en zo. Ik ga er wel een review over schrijven, want ik heb tussendoor ook foto's gemaakt. Want ik was best wel verbaasd over de pigmentatie en de kwaliteit. Dat ik echt dacht van, huh? Oké, dus ik snap wel dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar dit merk. En ik weet natuurlijk ook niet of alle producten zo goed zijn. Dus dat is al een beetje een spoiler wat ik hiervan vind. Maar ja, misschien moet ik toch wel eens een keertje wat meer ook naar dit merk gaan kijken. Mochten jullie aanraders hebben, laat het dan zeker even weten. Als ik nou toch bezig ben met wat ik voor make-up draag, zeg maar als oogschaduw. Ik heb bij Douglas een bestelling geplaatst voor het merk Buxom. Die lipstick draag ik nu ook. Weet ook niet of dat heel goed te zien is nu. Maar dat is deze lipstick. En het is de Full Force lipstick in de kleur Lover. En ik vind dit zo... Ja, kijk, ik heb hem net gebruikt, dus de huls is vies. Ik vind dit zo'n gaaf kleur. Zo mooi. Zo goed gepigmenteerd. Het is wel zo, het is een creamy finish. En ik merk al bij het aanbrengen dat je eigenlijk gewoon betere liplijnen eronder kan doen. Want anders loopt het een beetje uit. Heb ik nu niet gedaan, dus ik zit ook steeds te kijken van, zit het nog wel goed? Maar wat een goede lipstick, weet je. Ja, ik ben nog niet zo heel erg bekend met dit merk. Of eigenlijk... heb ik één blush? Nee, dat was Bare Minerals. Nee, dit merk ken ik verder niet. Maar waarom ik dit bestelde was, omdat je bij Douglas, als je één product bestelde, kreeg je er een gratis lipgloss bij. Dus ik had deze besteld. Dat was 18 euro volgens mij. En dan kreeg je de full size Buxom Plumping Lip Polish. Nee, Full On Plumping Lip Polish bij. In de kleur Sophia. En ik dacht, ja, dat is wel een leuke deal. Waardoor als je dan toch een product wil proberen, gewoon om te kijken hoe het merk is, en je krijgt er een gratis full size bij. Ja, dat kan ik dan ook niet weerstaan. Gratis bij, iedereen die op dat moment bestelde. En ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik weet wel dat Douglas het heel vaak heeft met Buxom. Dus mocht je iets willen bestellen, hou dat even in de gaten. Weet je, als je iets gratis erbij kan krijgen, is het altijd leuk winkelen. Ik kan hier verder echt nog helemaal niks over vertellen, want ik heb deze nog niet gebruikt. Maar ja, ik dacht, ja, leuk om te proberen gewoon. Ik weet ook niet of ik hier een review over ga schrijven of over de lipstick, sowieso niet. Want ik was vanmorgen zo enthousiast dat ik hem al had aangebracht en dat ik dacht, oh, ik heb geen foto's gemaakt. Dat is het leven van een blogger. Je moet overal eerst foto's van maken voor reviews.
Maar kan je zeggen, die lipstick is zeker een aanrader. En dit product, ja, het zal ook vast wel goed. Een paar weken geleden tijdens de PR-unboxing ook, dat ik had van Kylie Cosmetics een set gekregen om te proberen. Daar zat één highgloss in. En toen vertelde ik al dat ik nog wat kleuren op het oog had, maar dat die uitverkocht waren. En terwijl dat ik die video online zet, krijg ik een melding op voorraad. Dus ik heb nog een highgloss zelf gekocht in de kleur Posy K. En ik heb hier al een, ja, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, ja, zo zien we wel goed. Deze lipgloss heeft echt een super pigmentatie. Dus ik vind het meer een liquid lipstick met een lipgloss formule, want echt de kleur komt precies overeen. Met echt een aanwezige glans. Heel mooi product. En het liefst zou ik alle kleuren willen. Dus dat is echt wel, ja, dat ik denk van ja, het is echt een mooie formule. Mocht je denken, hoe staat het? Hoe zijn de zwartjes? Ik denk, ik kan het wel doen, maar ik heb nog geen doekjes. Ik heb hier dus een review over geschreven. En mocht ik het onthouden, dan zet ik ook het linkje naar de artikel neer. Mocht ik andere artikelen hebben, zet ik het zo ook neer. Mocht ik het vergeten zijn, laat het me dan ook even weten. Want dat komt natuurlijk ook wel eens voor dat ik een beetje warrig ben. Maar hier ben ik ook heel blij mee. En mocht je denken, dat is het enige lipproduct wat ze heeft gekocht nog verder... Nee, want MAC heeft ook allemaal nieuwe kleuren uitgebracht. En ja, iedereen kent denk ik de lipsticks van MAC wel in de bullet vorm. En dit is de kleur Lovers Only. Ja, volgens mij is dit een nieuwe kleur. Want ik was dus aan het kijken bij die nieuwe pagina. Dat doe ik bij alle beauty webshops. Daar hou ik een beetje die nieuwtjes in de gaten. En ik zag dus dat MAC allemaal nieuwe kleuren heeft gelanceerd. Een beetje in de roze familie. Maar nou zie ik zeg maar dit en dan denk ik het is meer bordeaux rood. Dus volgens mij is het een nieuwe kleur. Of ik heb gewoon de verkeerde kleur. Wel een goede kleur, maar dan hoort hij niet bij het nieuwe assortiment. Lekker warrig. Maar in ieder geval een MAC lipstick. En volgens mij is dit bijna dezelfde kleur dan als ik draag. Nou ja, in ieder geval deze kleur. Zoals zei, dit is de MAC lipstick die ik heb gekocht. En dit is de Buxom lipstick die ik heb gekocht. En er zit heel weinig, misschien door het licht. Maar zo op het oog zit er heel weinig verschil in qua kleur. ik heb blijkbaar nu een kleurfavoriet, want ik heb nog een lipstick liggen. Volgens mij komt hij een beetje... Nee, ja, weet ik niet. Zien we zo vanzelf. Maar goed, MAC lipstick voor mijn verzameling. Dit was het eerste luxe high-end product. Ze waren toen nog 18 euro. Inmiddels zijn ze ook 20,50 euro. Dat ik denk, wow, prijsstijging. Het eerste duurdere product wat ik heb gekocht voor mijn blog toen. 7 jaar geleden was een MAC lipstick. Ik heb ook heel veel kleuren gehad. En ik heb 2 jaar geleden ongeveer alles weg moeten gooien. Want op een gegeven moment, make-up gaat over de datum. En die lipsticks, die roken niet meer zo goed. Ruikt het niet meer zo lekker. En MAC heeft een typisch een beetje vanille geur. En dat was het niet meer. En sommigen zagen het er niet meer goed uit. Dus dat deed echt wel pijn in mijn hart. Want ik heb echt, nou ja, dat zo kunnen weggooien. Dus daarom ben ik nu iets meer dat ik denk van, ga ik het echt gebruiken of niet? Anders koop ik het niet. Maar ik dacht, dit is wel een mooie kleur. Om mezelf een beetje te verantwoorden waarom ik 4 lipproducten in een 2 weken tijd, 3 weken tijd heb gekocht. Dan bestelde ik 3 producten van mijn favoriete, nou ja, niet mijn favoriete merk. 1 van mijn favoriete merken. Ik heb meerdere merken die ik echt super graag gebruik. Maar Charlotte Tilbury is wel echt top 3. Of gedeelde 1 misschien met Clarence. Ja, in ieder geval 2 backups. Want mijn fixing spray van Charlotte Tilbury is bijna leeg. Nou ja, de helft. Dat is mijn favoriete fixing spray. Fixing spray, ja. Die zorgt ervoor dat de make-up langer en beter blijft zitten. En dat doet hij ook echt. Ik heb nu al meerdere flacons leeg gemaakt. En ik dacht, voordat hij opgaat wil ik weer een nieuwe hebben. Dus die ging mijn winkelmandje. Wat ik gebruik is de Airbrush Flawless Finish Complexing Perfecting Micro Powder. Een poeder om je make-up te zetten. En ik heb hem nog op voorraad, tenminste. Ik heb hem net nog gebruikt, maar er zit al een grote pen in dat ik denk, ja, die is bijna op. En ik zag dus dat de Lunar collectie van Charlotte Tilbury bij de Bijenkorf online stond. Het product is hetzelfde, alleen de verpakking is net anders. En er zitten dan, van die rode tijger, zebra, tijger, panter,
nou ja, strepen op. Op de compact. En de poeder is hetzelfde. Dus volgens mij heb ik medium 2. Ja. En ja, ik heb hier ook een review van online staan. Van de originele verpakking, zeg maar. Dus die zal ik ook proberen te linken. Dit is echt een groot favoriet. Ik moet eerlijk zeggen, sinds dat ik deze heb, heb ik heel veel poeders weggedaan. Omdat ik denk, ik hoef niet alles op voorraad te hebben. Maar zoals ik al zei, de volgens mij is dat Lunar New Year collectie of zoiets. Er zijn wat items toegevoegd die al bestaan. Maar er staat ook lipsticks in die nieuw in het assortiment zijn. Of tijdelijk. Zoals de Matte Revolution Modern Matte Long Lasting Lipstick. En dat zit dan in een verpakking. En dit is de lipstickhuls. Ook weer met die strepen. Ik vind dat zo mooi. Ik weet niet of jullie het zo goed zien. Zo mooi. En dit is de kleur. Ja, zo kan ik het niet lezen. K-Romance. Er waren 3 kleuren. Eerlijk, ik wilde ze alle 3. Dat heb ik dus als ik iets heel goed en heel fijn vind, dan sla ik door. Maar dat maakt dan niet uit of dat het een scrub is van 2 euro of een lipstick van 35 euro. Maar ik had echt zoiets van, ja, 3 keer 35 euro. Doe maar niet. Kies gewoon de kleur die het beste of het mooiste lijkt. En dat is K-Romance. Maar volgens mij, oh nee, totaal andere kleur gelukkig dan die andere lips. Nou, komt wel een beetje in dezelfde kleurfamilie. Ik vind dit zo'n mooi merk. En ik probeer echt van elke collectie wel iets te kopen van Charlotte Tilbury. Lukt niet altijd. Eerlijk is eerlijk. Soms is het wat uitverkocht. Of soms denk ik, ja, dat trekt me niet. Of soms heb ik het budget ook wel eens een keer wat minder voor make-up. Maar deze lipstick dacht ik echt, die gaat het winkelmandje in. Ga ik ook niet over reviewen of overschrijven. Want waarschijnlijk als ik hier deze video online zet, is die al niet meer te koop. Ik ben natuurlijk ook 1,5 week ziek geweest en niet gefilmd. Dus misschien ben ik al te laat. Maar in ieder geval, lang genoeg gekletst over lipstick. Het zal vast wel weer prachtig zijn, Charlotte Tilbury kennende. Hopelijk houden jullie het nog vol, want ik ben bijna klaar. Op zich ben ik er redelijk snel doorheen gegaan, denk ik. Ik heb iets nu wat echt totaal niks van make-up of beauty verzorging te maken heeft, maar die ik wel graag wil laten zien. Namelijk een kaars van Bath & Body Works. Ik vind dat echt ook weer zulke heerlijke kaars. Ik denk even ruiken of ik probeer of ik daar iets ruik, maar ik ruik iets heel fris. Dus ja, meer weet ik ook niet. Hij heet in ieder geval Kiwi Starfruit Cooler. En volgens mij is dit uit de zomercollectie van vorig jaar, van afgelopen jaar. En ja, 3 lonten. En wat ik bij Bath & Body Works heb is, de kaarsen zijn wat duurder. Ook niet de duurste die ik ooit heb gekocht, maar wat duurder. Maar de geur, als ik 1 kaars aan laat branden, ruikt de hele benedenverdieping, de hal en boven, ruikt gewoon naar die kaars. Dat ik echt denk, hoe dan? Ik weet niet of dat bij deze geur net zo intens is, maar bij de kaarsen die ik al heb gehad van dit merk wel. Dus ik dacht, nou, bestel ik er toch nog eentje. Ik bestel ze bij Notino, want bathandbodyworks.nl heb je tegenwoordig ook. Maar ik was bij Notino aan het shoppen, dus ik dacht, nou, dan doen we dat gelijk. Scheelt weer verzendkosten, ik ben toch bezig. Ik kijk wel naar de prijzen, want ik merk dat Notino wat omhoog is gegaan met de prijzen van de kaarsen. Deze was 22 euro, maar er stonden er ook al vanaf 40 euro op dat ik dacht, dat doen we niet. Maar ja, deze zet ik binnenkort. Oh nee, wacht even. Daar neer. Ik wil zeggen hier neer, maar zit daar. Daar staat een kaars, die is bijna op. Die gaat deze daar staan. Stelling geplaatst voor een samenwerking binnenkort bij Lyco. De samenwerking is op Instagram en ik ben ook niet verplicht om van alles te laten zien. Maar daar zat 1 product in waarvan ik dacht, nou, die laat ik in deze shoplog zien. Want die heb ik wel zelf betaald. Ik had zeg maar een betaald bedrag gekregen om te winkelen. En daar zat ik overheen door dit product. Dus deze heb ik technisch gezien gewoon helemaal zelf betaald. En dit is van Sigma het Glowkist Highlighter Palet. En deze was in de aanbieding nu voor 28 euro. En ik dacht, oh, dat is wel leuk. Zeg maar, want ik wilde hem nog heel graag hebben. Want ik verzamel een beetje de producten van Sigma. Vooral de blushpaletten, oogschaduwpaletten. En kwasten heb ik ook. Dus ik dacht, die wil ik dan ook graag. Maar niet voor de volledige prijs. Dat dan weer niet. Dit is een highlight palet met 6 kleuren. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Je hebt Flare, Aurora, Twilight,
Had ik nog niet eens gezien trouwens. Sizzle. Golden Hour. En Sunstone. En wat ik net bedoelde is dat ik echt vroeger zo'n fase had door Twilight. Door de serie, zeg maar. Door de films. Dat ik alles wat Twilight heette, van make-up en zo, kocht ik. Dus dat vind ik toch wel grappig dat er ook een highlighter in zit die zo heet. Ja, hier wil ik misschien wel wat mee doen. Of een video, of Instagram, of blog. Het is tegenwoordig zoveel keuze dat ik denk van waar moet ik nou wat op doen. Dat is soms wel een beetje verwarrend voor mezelf. Maar weet je, ik doe het zelf, eigen schuld. Maar ik ben hier wel heel erg blij mee. Laatst alweer bestelde ik iets van Rituals. Namelijk deze grote box met de nieuwe geurlijn Serendipity. Ik had Vrouwkje gehoord. Vrouwkje Los Make-up volgens mij over deze lijn. In een van haar recente video's, of al een oudere. Ik was een beetje aan het binge-watchen tijdens dat ik ziek was. Ik had dit gezien bij een collega-blogger. Ik weet alleen even niet meer wie. Hoe geweldig deze nieuwe lijn was. Dus ja, ik dacht, weet je wat? YOLO, ik voel me niet lekker. Ik ben zielig. Ik ga gewoon wat bestellen. En ik dacht, doe gelijk de set. Ik laat het wel in de doos zitten, maar ik laat het wel heel even zien. Kijken of er niks uitvalt. Kijk hoor, er zit een... gaat dat zo? Ja. Er zit een... Wat zit er erin? All Therapy Body Scrub. Er zit een handzeep in. Een douchefoam. En deze gaat straks gelijk de badkamer in. Want we zijn alle drie dol op de Ritual Shower Foams. Vooral sterren. Dus die gaat straks gelijk daar staan. En een geurkaars. En daar ben ik heel erg blij mee. Sowieso met alles. Maar ik zag de set. En vooral omdat er een geurkaars in zat. Die normaal al 20 euro kost. 19 euro nog wat. Dacht ik, nou leuk. Kan ik gelijk een beetje alles proberen. Ja, dat is de reden eigenlijk. Ik dacht, leuk zo'n set. Over week een beetje heb gekocht en verzameld heb. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga het opruimen. Sommige dingen zal ik dus een review over schrijven. En alles zal ik linken. Dat zet ik in de beschrijving neer. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je het een leuke video vinden, doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer je gratis op mijn YouTube kanaal. En nou, tot de volgende video. Doeg allemaal!